Hoi allemaal, en dit is zo lang geleden en ik moet weer een keer gaan doen. Met mijn halfterm en niet zomaar, omdat ik wil toch een spies inhalen met abonnees. En ja, hij heeft er ook hem wat verhalen en dat ga ik ook doen. En wel andere video's ga ik maken. Omdat ik hetzelfde, ik ga mijn spiest naar apen en hem nou doen. En ik heb dan eindelijk 10 miljoen abonnees gaan binnenstromen. Dus gewoon een kopie doen, een grote cirkel, gewoon met een paar 50 man dromen. En bijvoorbeeld een stuk van mijn familie, een stuk van mijn vrienden. Als hij allemaal in een cirkel blijft, is hij gaat snotten of iemand anders gaat filmen voor mij. Hoi mensen, super. Ja, dat ga ik natuurlijk doen. En ik wil eens gaan jullie allemaal mij kunnen helpen om daar om mee. Nou, mee te doen niet. Maar ik wil graag de meeste abonnees houden op YouTube en mijn vriend inhalen. Ben ik de koning van YouTube en ik ben serieus en ik ben al de koning daarvan. Maar MrBeast hebben al verschillende kanalen en miljoenen abonnees en ik nog geen miljoen. Maar wel al meer dan 10.000 abonnees verder gekomen. Meer van de 1000 abonnees dus. Dat is wel waar. Maar nu ga ik mijn hele veranderen als een profkanaal. En dat ik nu ga doen met video's, vlogs, tekens, nog veel meer, noem maar op. Ik bedoel, de tekens gedaan op YouTube. Ga ik het nog een keer doen. Misschien morgen is het alweer een nieuwe maand. En ja, maar super leuk altijd. En ja. Ik ga gewoon naar mijn hele kanaal veranderen. Goede video's maken. Goede content voor jullie. En zo gezond van mij een dumbbells voor mij gaan maken. Snoeg musjes of wachtbra. Of misschien brandjes van veel zin heb. Of iemand anders of papa. Ja, papa gaat niet in de cirkel. Papa moet mij helpen. Ons motto. Die gaat filmen. Papa, die maakt dan alvast een thumbnail ervan. En een foto. Gewoon boven. Gewoon. Dan gaat papa dan staan. En die maakt een foto. En dan wordt dat een nieuwe thumbnail. Maar die bijvoorbeeld nog even voor anderen nog doen. En ik ga nog weer op de hoogte blijven. Geen zotte vragen. Ze ook wil. En mijn kanaal had. Laten op implosie laten doen. Mijn YouTube kanaal dus. En als dat gaat, mijn instellen TikTok ook zo gaan gebeuren. Ik maak heel veel nieuwe TikToks. Maar ik wil ook een keer iets nieuws. Echt iets fris maken. En ja. Als we weer gaan doen, we moeten zijn. En ja. Als jullie daar weer op de moeder zijn en die ga ik wel op mijn YouTube kanaal gooien. Maar echt ver. Vind je dat een goed idee van mij? Gewoon hier beneden weten. Dus als jullie nog meer mijn toffe video's gaan doen. Ga pas 1 november doen. Pas morgen misschien doen. Of nee, ik denk ergens in de weekend gaan doen. Ergens in de weekend wordt het. Ik ga er wel weer wat bedanken voor het omhoog. Als jullie nog meer leuke video's weten van mijn YouTube, dan zie je Nicolas en Turkey mij misschien binnenkort weer terug op een nieuwe video. En ja, dat zeg ik voor altijd. Kikken, vetten. Peace.